Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb mijn allereerste first impression video voor jullie. Namelijk de first impression video over deze stijlborstel van de Action. Als je mijn laatste shoplog hebt gezien van de Action, weet je al dat ik hem had gekocht. En toen heb ik ook al kort verteld dat ik er een first impression video van op wilde gaan nemen. Dus tijd voor de first impression video dus. Mocht je die shoplog niet hebben gezien en ben je daar toch nog benieuwd naar, ik zal hem even hierboven linken. Zodat je, als je hem niet gezien hebt en je wilt hem bekijken, dat je hem even kunt bekijken. Maar de stijlborstel van de Action dus. En ja, ik heb hem ook nog niet open gehad. Ik heb hem er nog niet uit gehad. Dus ik weet zelf ook nog helemaal niet hoe hij eruit ziet. Alleen van het plaatje. Dus hoog tijd om hem te gaan testen. Nou, de stijlborstel komt gewoon in deze doos en ik ga hem er nu uithalen. Hij zit goed dicht met plakkertjes, die heb ik net even doorgesneden, want ja, dat vind ik altijd zo'n gedoe op de camera met zo'n mesje. Hou ik niet zo van. Doosje is leeg, dit is de borstel. Er zit ook een gebruiksaanwijzing bij die bij mij gelijk op de grond valt. Nou, daar ga ik zo eventjes doorheen bladeren wat ik kan verwachten. Ik ga eerst eventjes de borstel uit het plastic halen. Nou, hij voelt wel echt goed stevig aan. Er zit hier nog een plakkertje op, die haal ik er eventjes af. Zit er verder nog plakkertjes op? Nee, verder is die zo. De haren voelen, het zijn een soort rubberharen heb ik het idee. Het is echt... Ja, het ziet er wel op zich ziet er prima uit. Hij is best ook wel wat zwaardere kwaliteit. Dat had ik niet verwacht. Maar ja, super, super mooi ziet het eruit. Je hebt hier de aan- en uitknop en een plus en een min. Ik heb het vermoeden dat dat is om de borstel warmer te zetten qua temperatuur of lager. Maar dat ga ik nu eventjes bekijken. Wat ik ook gelijk zie is een roterend snoer. Vind ik super handig. Hij draait 360 graden mee. En dat is super fijn. Zodat je gewoon eigenlijk kunt blijven doorborstelen. Nou, verder hangt er nog een wit waarschuwingslabeltje aan. Dat je niet in water moet onderdompelen. Maar ja, dat lijkt me logisch. Want water en een product met een stekker gaat helaas niet samen. Dit is de gebruiksaanwijzing die erbij zit. Er staan verschillende talen in. Engels, Nederlands, Frans, Duits en CZ. Ik weet niet wat voor land dat is. Pools, Russisch, zo ziet het er in ieder geval uit. Maar goed, ik moet natuurlijk gewoon Nederlands hebben, want die andere talen kan ik toch niet lezen. Dus ik ga even de Nederlandse opzoeken. Oké, ik heb het gevonden. Oh, het ruikt heel gek. Nou, je hebt een kopje met veiligheidsvoorschriften. Het is misschien wel handig om te vermelden. Dit apparaat mag gebruikt worden voor kinderen vanaf 8 jaar. Verder zijn dat gewoon een beetje de basic dingetjes. Wat ik hier gelijk lees is dat tijdens het eerste gebruik van het apparaat er een kortstondige enige rook en lichte geur kan worden afgegeven. Nou, dat is wel heel erg fijn om te weten. Het is niet gevaarlijk voor de gebruiker en wijst niet op een defect van uw ontkrulborstel. Wanneer u het apparaat voor het eerste keer gebruikt, houdt het ingeschakeld totdat alle rook verdwenen is. De rook en geur zullen na enkele gebruiksbeurten volledig zijn verdwenen. Oké. Even kijken hoor. Verder is het niet heel bijzonder, wijst het eigenlijk best wel voor zich. Op de doos zag ik dat je hem
de warmte tot 500 graden Celsius gaat. Dat is de maximale temperatuur die hij geeft. Ook heeft hij nog een digitaal display. Dat heb ik nog niet laten zien. En dat zou dus hierin verborgen moeten zitten. Maar dat gaan we zo meteen zien als ik me in het stopcontact steek. Dus ja, dat is wel, wel fijn. En dan is het nu tijd om te gaan opwarmen. De bedoeling is dat je haar voordat je de borstel gaat gebruiken wel even doorkamt. Dat had ik nog niet gedaan, want dit is mijn ongekamde haar zo. Dus dat ga ik eerst eventjes doen voordat ik het opwarm. Ik borstel nu gewoon even door met mijn Tangle Teaser. Dus dit is vooral om de knopen die in je haar kunnen zitten, zeg maar, dat die, of eventuele klitten, dat die alvast eruit zijn. Je moet het op handdoek droog haar gebruiken of op droog haar. Het mag niet op nat haar. Ik heb mijn haar gisteravond gewassen, dus mijn haar is gewoon prima droog. Schoon en droog, zeg maar. Ik ga nu eventjes mijn haar verder doorkammen. En als ik dat heb gedaan, dan kom ik bij jullie terug om de borstel te gaan opwarmen. Mijn haar is doorgekamd. Ik heb de stekker inmiddels in het stopcontact zitten. En dan is het nu tijd om de borstel aan te zetten. En ik ga nu op het knopje drukken. Hij is nu aan. Je ziet het hele kleine displaytje inderdaad. En wow, hij gaat echt super snel qua opwarmen. Hij zit nu al op 70 graden Celsius, dus dat gaat op zich snel hard. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar hij gaat echt als een speer. Nu gaat hij wel wat langzamer. Zo richting de 90, dan gaat het ietsje trager. Ik ga hem wel echt op de 205 graden zetten, want ik heb echt best wel moeilijk haar. Mijn haar is heel erg dik. Ik heb ook heel erg veel haar. Het is ook heel erg lang. En het is echt wel moeilijk om het normaal als stijl te krijgen met een stijltang. Dan moet ik hem ook echt weer op zijn warm zetten. Dus dat ga ik bij deze ook doen. Ja, dus ik ga nu gewoon even wachten tot hij op zijn volledige warmte is. En dan ja, kan ik gaan beginnen met het testen van de borstel. Ik ben echt zo benieuwd of dat deze voor mijn haar gaat werken. Oké, de borstel heeft de temperatuur van 205 graden inmiddels bereikt. Het heeft wel eventjes geduurd, maar nou ja, goed, hij is er. Ik heb mijn haar ook al eventjes in delen verdeeld, zoals je kunt zien. Omdat ik veel en dik haar heb, ja, is het gewoon handiger om dit in delen te doen. Dus dat gaan we nu maar eens testen of dat het werkt. Oké. Ik moet zeggen dat het nu wel lichtelijk begint te ruiken. Het valt wel mee, er komt niet echt rook vanaf. Oké, nou, ik vind het best. Oké. Eerste indruk is in ieder geval goed. Oké, dit is dus de allereerste pluk die nu gestyled is. Dus nu ga ik ja, verder met de rest van mijn haren. Dus, maar ik vind dit echt zeker niet slecht. Dit vind ik echt. Ja, kan er zeker mee door. Uiteindelijk zal ik hem natuurlijk, als al mijn haar gedaan is, nog een keertje doorkammen hoor. Maar ik zal je ook wel eventjes een pluk laten zien hoe het ervoor uitzag. Het is gewoon ietsjes handiger. Ik zal de
Luc ziet er nu dus zo uit. En ja, dan ga ik hem nu dus weer borstelen. Oké, dan ziet hij er dus zo uit. Het werkt echt wel hoor. Dit is echt wel een hele goede borstel, moet ik zeggen. Ik zal eventjes mijn hele haar doen en dan zal ik uiteindelijk eventjes alles nog doorkammen. En dan zal ik jullie even laten zien hoe dat uiteindelijk dan eruit ziet. Want als ik het hele proces ga filmen, wordt het echt super lang voor jullie. Ik denk niet dat jullie het heel erg leuk vinden om naar mij te kijken terwijl ik mijn haar stijl borstel. Dus ik kom zo even bij jullie terug in ieder geval. Ik heb nu alle plukken gehad. Ik ga het nu gewoon nog eventjes een keertje in zijn geheel doorborstelen. Ik heb mijn bril er even bij afgedaan. Dat is toch iets makkelijker. Zodat ik geen last heb van de brillenpootjes, zeg maar. Maar ik moet echt zeggen dat het super soepel gaat. En ik vind het resultaat echt heel goed. Ik had het gehoopt, maar nog niet per se durven verwachten. Omdat ik gewoon een beetje een moeilijk haartype heb. Maar dit gaat wel echt goed, zeg maar. Gaat er ook echt wel soepel doorheen. Als je alle knopen en klitjes er maar goed hebt uitgekamd. Wel goed om te vermelden, na 60 minuten schakelt de borstel automatisch uit. Dus dan gaat hij automatisch uit. Dus stel je voor, je hebt je haar ermee gesteld, maar je bent hem vergeten uit te zetten. Je bent er naar de deur uitgegaan. Is het zonde van je stroom, zeg maar. Maar hij schakelt dus wel gewoon na een uur automatisch uit. Dus het is niet dat het gevaarlijk is of dat er wat kan gebeuren, omdat hij wel gewoon uitgaat. Zo, ik ben echt tevreden. Ik ga mijn bril er even opzetten. Ik vind het echt super mooi. Ik zal eventjes iets gaan staan, zodat jullie het ook eventjes hier kunnen zien. De onderkanten blijven lichte slag bevatten. Maar dat is gewoon omdat het gewoon heel zwaar is. Daar zou je gewoon extra druk moeten opleggen. En ik weet zeker dat ik hem dan wel helemaal glad krijg. Dus ik hem gewoon alleen even op de onderkant focus. Dat is dan een beetje lastig. Want dan moet je hem tegen je hand eigenlijk gaan kammen. En dat lukt dan weer niet. Omdat het gewoon super warm is natuurlijk. Kijk, en dan is die ineens wel gewoon stijl. Ja, wauw. Ik ben echt super tevreden over deze borstel. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben heel erg blij verrast dat de stijlborstel mijn haar ook stijl krijgt. Omdat ik gewoon, zoals ik al eerder vertelde, echt gewoon dik haar heb. En het is ook best wel veel haar. Maar ik ben echt super, super tevreden over het resultaat. En ja, dit gaat gewoon veel sneller als met een stijltang. Dus ik vind dit echt een super, super toffe borstel. En hij kost €13. Dat is echt een stuk goedkoper als
stijlborstels in andere winkels. Die kosten toch wel vaak 50, 60 euro. Dan heb je natuurlijk ook wel een merk. Maar als ik nu zie hoe goed deze van de Action is, dan denk ik echt... Wauw, dit resultaat is echt geweldig. En het scheelt zoveel tijd als dat je met je stijltang in de weer moet gaan. Ik heb overigens geen heat protector gebruikt. Normaal zou ik dat wel aanraden. Maar vaak moet een heat protector toch ook nog wel eventjes drogen. En misschien is dat ook wel gewoon handig als je bijvoorbeeld je haar hebt, dat je hebt gedoucht en je hebt bijvoorbeeld je haar gewassen, dat je hem daarna eventjes erin spreekt en dat je hem dan droog vindt. Dan is je haar natuurlijk ook beschermd. Dat heb ik nu gewoon niet gedaan, maar ik vond het nu ook niet zo heel erg, want het was alweer een tijdje geleden dat ik met een warmtebron in mijn haar ben geweest, dus voor nu was het prima. Maar normaal raad ik je die wel aan. Maar, wauw, ik ben echt zo blij met het resultaat. Dit is echt super, super mooi. Ja, dan was dit eigenlijk alweer mijn first impression video over de stijlborstel van de Action. Nou ja, je hebt het me al een paar keer horen zeggen. Ik ben super tevreden. Ik vind het echt super, super toffe borstel. Het resultaat vind ik prachtig. Ja, voor de prijs vind ik het echt, echt een aanrader. Ook gewoon heel erg handig als je op vakantie gaat of zo, dan scheelt het je gewoon weer een stijltang meenemen, omdat je nu echt 2-in-1 hebt. En ja, het scheelt gewoon lekker veel tijd en ik vind het resultaat eigenlijk ja, net zo goed als met een stijltang. Misschien omdat hij iets warmer kan, dat je hem nog net iets stijler krijgt, maar ik ben hier al super tevreden mee. Dus ja, ik vind dit echt een hele dikke aanrader. Ja, voor nu wil ik je gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij de volgende video. Doeg!